Voorzitter, de regering die zegt geen boycot van Israël na te streven. Maar paradoxaal genoeg voert de regering wel een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van Joodse nederzettingen. En feitelijk, voorzitter, komt dat neer op het ontmoedigen van handel met heel de Joodse staat. En dan begint het toch te lijken op antisemitisme 2.0. En daarom dien ik de volgende motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat Israëlische bedrijven bij het aanbieden van hun diensten niet mogen discrimineren op basis van de woonplaats van bedrijven of personen en het ontmoedigen van handel met nederzettingen daarmee feitelijk neerkomt op het ontmoedigen van handel met heel Israël, verzoekt de regering het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van de Israëlische nederzettingen per direct af te schaffen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Ik zie geen handen. Dat is het geval, dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. De heer Servaas. Ja, voorzitter, je kunt het op allerlei manieren bekijken. Je kunt, zoals de collega van de ChristenUnie, ontkennen dat je ooit het ontmoedigingsbeleid gesteund hebt. Je kunt, zoals de heer Van der Staaij, klare wijn schenken en zeggen weg ermee. Maar wat hier nu gebeurt, het gelijk zetten met antisemitisme, gaat mij gewoon veel, veel te ver. We hebben het hier over een land, het land Israël. We hebben het over de bezette gebieden, volgens internationaal recht bezet en daarmee illegaal. Niemand in dit huis heeft het over antisemitisme. Niemand betrekt dit op de Joodse identiteit van mensen, van bedrijven, van wat dan ook. Ik vind het kwalijk, ik vind de discussie de verkeerde kant op gaan hiermee. En ik vraag juist van de heer De Roon hiervan afstand te nemen. De heer De Roon. Voorzitter, ik neem natuurlijk geen afstand van de tekst die ik heb uitgesproken. Als de heer Servaas zegt, het gaat niet over mij. Ik wil geen antisemitisme uitdragen met het ontmoedigingsbeleid. Dan neem ik daar nota van. Maar voor mij blijf ik zeggen, en dat is ook wat ik daarnet gezegd heb, het begint te lijken op antisemitisme 2.0. Misschien niet bij de heer Servaas, maar misschien wel bij anderen. En dat moeten we gewoon niet willen. De heer Servaas, tot slot. Ja, ik vraag de heer De Roon dan gewoon uit te leggen wat hij hier antisemitisch aan vindt. Het is gewoon niet waar. Het gaat over het internationaal recht, over een politiek oordeel. Het heeft helemaal niets met de religieuze, culturele identiteit, wat dan ook, te maken van mensen. Leg het dan uit en lukt dat niet, leg het dan naast u neer. De heer De Roon. Als de heer Servaas nou naar de overwegingen had geluisterd, dan had hij begrepen dat in wezen het ontmoedigingsbeleid geen onderscheid kan maken tussen Israëlische bedrijven in Samaria, Judea en de Gazastrook en de andere Israëlische bedrijven. Want elk Israëlisch bedrijf is desgevraagd verplicht om diensten af te leveren ten behoeve van of in Judea, Samaria en Gaza. Je kunt dat onderscheid dus gewoon niet maken en dat betekent dat je in wezen met het ontmoedigingsbeleid stuurt in de richting van ontmoediging ten aanzien van de gehele Joodse staat. En bij die terminologie blijf ik ook graag. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, ik betreur het met mijn collega Servaas dat de heer De Roon dit stempel op het ontmoedigingsbeleid wenst te plakken. En ik betreur het des te meer vanwege dat wat zijn partij binnen de Europese Unie doet. Samenwerking aangaan met Front Nationaal, met de FBE, met partijen waar mensen in zitten die zijn veroordeeld vanwege antisemitisme, die de Holocaust een voetnoot noemen in de menselijke geschiedenis. Dus als u iets wil doen aan antisemitisme 2.0, dan neemt u afstand van die partijen. De heer De Roon. Voorzitter, van de uitspraken van die personen waar de heer Sjoerdsma nu op doelt, heeft mijn partij al bij herhaling afstand genomen. Ik doe dat vandaag nu ook weer en ik zal dat blijven doen. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk slap. Dat is slap. Met een gezochte redenering antisemitisme plakken op het ontmoedigingsbeleid en daar waar een directe link bestaat tussen de partij van de heer De Roon, de PVV en Europese partijen die zulke mensen in hun gelederen hebben, zeggen daar nemen we afstand van, maar vervolgens wel volmondig samenwerken. Ik vind dat echt heel erg slap. Nou, voorzitter, dat is het natuurlijk niet, want die samenwerking heeft helemaal niks te maken met pro- of anti-Joods, antisemitisch of niet. Het heeft alleen maar iets te maken met het verzet, brede verzet in de hele Europese Unie, in allerlei landen, tegen het fenomeen almacht van die Europese Unie. Dat moet worden ingeperkt. En op dat punt werken wij met partijen samen die dat ook een zorgelijke zaak vinden. En dat heeft niks met antisemitisme te maken. De heer Omtzigt. Voorzitter, de CDA-fractie ziet met grote belangstelling uit naar de fractiedebatten van de FPÖ, van Le Pen
en van de groep Wilders, die samen gaan praten over het Europese ontmoedigingsbeleid en daar samen een fractiestandpunt over gaan vormen, want zij gaan samen straks in één fractie zitten. En voor fractiegenoten ben je samen wel verantwoordelijk. Dat vinden we hier constant in de Kamer. Dat is de PVV daar ook. Maar een andere vraag, want hij zegt net van er zijn hier collega's die antisemitisme 2.0 doen. Hij zegt tegen de PvdA-collega dat hij er niet onder valt. Misschien kan hij even iets preciezer zijn wie er in zijn ogen wel onder valt. Want ik vond dat nogal een behoorlijke beschuldiging die gedaan werd. Kan hij man en paard noemen of kan niet intrekken? De heer De Roon. Voorzitter, ik heb niet gezegd dat wie dan ook hier in deze Kamer zich schuldig maakt met het ontmoedigingsbeleid of het ondersteunen van het ontmoedigingsbeleid aan antisemitisme 2.0. Wat ik heb geprobeerd duidelijk te maken is dat dat ontmoedigingsbeleid in zijn essentie gewoon geen onderscheid kan maken en dat dus alle ondernemingen, alle investeerders van de hele Joodse staat daarmee getroffen kunnen worden. En dat moeten we gewoon niet vinden. Meer is het niet, meneer Omtzigt, en maar minder ook niet. En als u zich aangesproken voelt door het woord antisemitisme 2.0, dan zal ik u zeggen, ik dacht niet aan u toen ik dat uitsprak. De heer Ten Broeke. Dit soort kwalificaties komen te vaak in een debat en te makkelijk naar voren. Dus misschien is het goed als we gewoon direct allemaal worden uitgezonderd van deze kwalificatie. En weten we in ieder geval dat het niet voor dit parlement geldt. En dat voorkomt wellicht dat deze terminologie nog vaker in het debat terugkeert. De heer De Roon. Voorzitter, nou, ik ga dat allemaal niet doen. De heer Servaas die heeft hier aangegeven dat hij zich erdoor aangesproken voelde en ten onrechte. Daar heb ik gezegd, fijn dat u dat uitspreekt. Ik heb er kennis van genomen. De heer Sjoerdsma ongeveer in gelijke bewoordingen, en de heer Omtzigt ook. En als de heer Ten Broeke dat ook nog een keer wil zeggen, dan zal ik ook daarop zeggen, fijn dat u dat uitspreekt. Hartelijk dank. De heer Ten Broeke. Voorzitter, ik constateer dat met enige omwegen dan de heer De Roon eigenlijk hier zegt het niet zo bedoeld te hebben. De antisemitisme kwalificatie wellicht wat overdreven en ongepast was. En dat het hier vooral ging om zijn irritatie over dat ontmoedigingsbeleid en wat dat zou betekenen met betrekking tot zakelijk belang. En dat past ook niet, dit soort etiketten. Het zou goed zijn om daar gewoon afstand van te nemen. De heer De Roon. Ja, voorzitter, dat doe ik dus niet, want ik heb niet gezegd dat het ontmoedigingsbeleid wat deze regering voert per definitie antisemitisme is. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, het gaat in die richting, het kan zo worden opgevat. En in zijn uitwerking zou je dat inderdaad zo kunnen opvatten. Want als je dat ontmoedigingsbeleid consequent doorvoert, dan kan je niet meer investeren, samenwerken, zaken doen met ondernemingen in de Joodse staat, waar dan ook. Voorzitter, ik ga verder met mijn betoog. De regering subsidieert NGO's die een boycott van Israël nastreven of ondersteunen. En dat betekent in mijn ogen dat de Nederlandse regering dus wel degelijk een boycottbeleid bij proxy voert. Dat moet stoppen en daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat nederzettingen een schoolvoorbeeld van vreedzame coexistentie zijn, omdat veel Joden en Arabieren daar zij aan zijn werken en boycottfanaten bij uitstek deze vorm van vreedzame coexistentie willen torpederen, constaterende dat de regering verklaart tegen een boycott van Israël te zijn, maar door het subsidiëren van NGO's die een boycott van Israël nastreven een boycottbeleid bij proxy voert, verzoekt de regering vrede tussen Israël en de Palestijnse Arabieren te bevorderen door te stoppen met financiering van NGO's die direct of indirect een boycott van Israëlische nederzettingen nastreven. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. Dank u wel.